3, 2, 1. Dames en heren, goedenavond. Welkom bij To The Point. Outlook 2015 is ons thema voor vanavond. Er heerst overal, ja wij herhalen, overal een mengeling van onzekerheid, angst en chaos. Toen de eurocrisis in het voorjaar van 2011 opleidde, begonnen de Grieken zich te vragen of hun land deel zou blijven uitmaken van de euro. De meer vermogende Griek stortte zijn spaargeld toen op een bankrekening in Zwitserland. De toevlucht naar kapitaal uit het buitenland zorgde voor een ijzersterke Zwitserse frank. Deze sterke munt bemoeilijkte de export en de toeristische sector van Zwitserland. Import werd aantrekkelijker met een grote kans op deflatie en economische stagnatie. De Centrale Bank van Zwitserland was genoodzaakt in te grijpen. Wat waren de gevolgen van de ingreep van de Centrale Bank van Zwitserland? De afgelopen maanden hebben zich vele turbulenties op de valutamarkt voorgedaan. Welke grote wereldvaluta's waren onderhevig aan de turbulente koersfluctuaties? Waarom stijgt de dollarkoers en daalt de euro? Wat staat de wereld te wachten als de Chinezen beslissen om hun yuan te ontkoppelen aan de Amerikaanse dollar? Deze en andere aandachtspunten willen wij vanavond bespreken met een prominente kenner van kapitaalmarkten en wereldeconomieën. Wij hebben te gast ingenieur Erik Pannevlek, Master of Business Administration. De heer Pannevlek is chairman PGM Capital en part-time docent van de Universiteit van Curaçao. Heer Pannevlek, wij heten u welkom en nogmaals dank voor uw medewerking. Dank je wel, het is genoeg om hier te zijn, dank je. Ja, wie kent meneer Pannevlek niet? Heel weinig mensen. En voor die mensen nog wil ik even de heer Pannevlek aan u voorstellen. De heer Pannevlek is van huis uit financieel adviseur. Hij is oprichter en voorzitter van PGM Capital. Hij heeft in 1977 zijn studie informatietechnologie afgerond aan de Haagse Hogeschool in Nederland. Zijn Master of Business Administration heeft hij in 1992 afgerond aan de Twente School of Governance and Management te Enschede, ook in Nederland dus. De heer Pannevlek is part-time docent aan de University of Curaçao. Vanaf 2004 tot heden is hij fulltime investeerder en vermogensbeheerder. Verder is de heer Pannevlek van 2005 tot heden gastdocent op verschillende universiteiten in Europa, Zuid-Amerika en het Caribisch gebied. De heer Pannevlek, ik heb een aantal zaken van u opgenoemd. U bent een trouw bezoeker van ons land. Dank je. Uw laatste bezoek was in december 2014. Het was uw vijfde bezoek in 2014 aan ons land. En dit bezoek van vanavond is uw eerste bezoek in 2015. Hoe ervaart u het steeds weer bij ons te zijn? Goed, relax. Alleen deze keer had ik 2 weken moeten uitzieken. Vandaar ook dat onze uitzending dus verlaat is. Okay. Maar u bent nu weer hersteld? Of u bent herstellende? Ik ben herstellende, het meest belangrijkste. Ik kan wel praten, dus dat was het probleem. Ik had geen stem. De Pannevlek vallen gelijk met de deur in uw huis. Het jaar 2014 zal het jaar van de waarheid worden. Gelijk koppelen wij de vraag,
is dat inderdaad zo gebeurd? Is 2014 het jaar van de waarheid geworden? Zoals door economen, financieel deskundigen, politici en ondernemers voorspeld was. Een jaartal, je kunt het kalenderjaar noemen, is een streep op de kaart, 31 december naar 31 december. Maar meestal lopen dingen die met mensen te maken hebben, hebben zijn eigen zeg maar, agenda of jaartal. Er is een hele hoop dingen gebeurd in 2014, maar de echte bazookas of de echte opschuddingen zijn begonnen in januari. Op 15 januari het feit dat de Zwitserse Centrale Bank de kap boven de Zwitserse frank naar de euro toe heeft weggehaald. Dan, een week later, 22 januari, de geldpers, de quantitative easing, kwantitatieve versoepeling, aankondiging van meneer Draghi. Dan hebben wij de hele maand februari tot nu toe de soap opera met betrekking tot Griekenland. Dat zal een never ending story zijn. We zullen dus later over hebben. Dat hele Griekse verhaal is, naar mijn mening is daar het verhaal waar de Zwarte Piet zal zijn. In de zin dat de Zwarte Piet zal liggen in de EU die tegen Griekenland zegt het is nu genoeg. Of dat de Grieken hun conclusie trekken en terug gaan naar hun drachme. Want de Grieken kunnen economisch, financieel niet in de euro. Ik ben een zeer realistisch mens. Een realistische persoon hoort de conclusies te kunnen trekken als hij een fout heeft gedaan. En de fout is begaan aan twee kanten. Aan de ene kant de eurolanden die Griekenland erin hebben gelaten. Aan de andere kant de Griekenland die eigenlijk... Er is een hele goede documentaire erover, kan ik jullie toesturen, van Nederlandse KRO. Er is eigenlijk gefraudeerd met cijfers, dat noemen ze window dressing in financiële termen, door een grote bank om te laten blijken of Griekenland in de euro past. En dat gaat niet. Je kunt, in het papiament hebben we een spreekwoord, je kunt de zon met je hand niet bedekken. De Grieken wisten, ze passen er niet in. Ze hebben betaald 300 miljoen. Om te frauderen, dat iemand een frauduleuze rapport schrijft om hun economie beter te laten lijken en hun schulden beter te laten lijken dan die is. Het gaat niet. De Grieken, hun economie, om een idee te geven dat de Grieken in staat moeten kunnen zijn om hun schuld te betalen, ja, moeten ze 10 jaar lang een economische groei hebben van 17%. Dat is op planeet aarde nooit eerder gezien. De Chinezen hebben een jaar of 15% gehad. 17% economische groei per jaar moet consecutief vanaf nu de Grieken elk jaar 10 jaar lang kunnen doen om die schuld die 175% van hun BBP is terug te betalen. Oké, daar komen we straks hier op. Onmogelijk. Niet mogelijk. Nee, niet mogelijk. Meneer Pannevlek, op 30 november misschien kunt u zich nog herinneren, en ook de kijkers, heeft Zwitserland haar meest kritieke referendum gehouden. De vraagstellingen waren, moet Zwitserland haar goudreserve halen uit Amerika en naar huis terugbrengen? En het antwoord wat de politici wilden, het was ja of nee. Een tweede vraag was, moet Zwitserland centrale bank, de Zwitserse centrale bank, de dekking van de Zwitserse frank verhogen van 7 naar 20%? En daar moesten de Zwitsers ook ja of nee op antwoorden. En de derde vraag was, moet de Zwitserse centrale bank vanaf 1 december 2014 nooit meer of niet meer aan haar goud komen in het buitenland. En daarop moesten de Zwitsers ook ja of nee reageren. Wat was het resultaat, meneer Pannevlek, van het referendum van 30 november? Ik heb jullie eerder verteld, politici en centrale bankiers zijn goudhaters van nature. Dus waarom? Het is heel simpel. Goud die je niet kan printen, geef macht aan de goudhouder, de bevolking. Terwijl als ik een stuk waardeloos stuk papier met een presidentskop erop kan zetten en je moet geloven dat die $100 of wat waard is, geef macht aan een centrale bankier of aan een politici. Dus dat betekent de establishment, de banken, de centrale bank van Zwitserland,
hebben eigenlijk voorlichting van de kant van de ja-stemzeggers, proberen te boycotten, waardoor eigenlijk dus het referendum is gewonnen door nee. Maar het is, zoals ik altijd heb gezegd, is dat wat de men zegt, is wat de men dus. Oké, wat zie je? Het is nee is eruit gekomen, maar Zwitserland heeft wel in december goud teruggehaald naar huis. Nederland ook. De Nederlandse centrale bankdirecteur beweert van alle kanten van niet, maar cijfers van IMF. Nee, kijk. Het is, again, not what the man says, is what the man does. Ik ben een simpele jongen. Cijfers van IMF laten zien dat Nederland zijn goud heeft teruggestuurd. Die cijfers zijn gepubliceerd. Als het waar is, dat wat IMF heeft laten zien niet klopt, is het heel simpel. Dan pakt de meneer, de directeur van de Centrale Bank van Nederland, pakt een advocaat en vraagt IMF om te rectificeren. Zodra dat niet is gebeurd, geloof ik de cijfers van IMF en niet wat de Centrale Bank directeur van Nederland zegt. Okay. Kort ook de vraag aan u, meneer Pannevlek. Wat zijn de hoogtepunten? We zijn nu in februari 2015. Wat zijn de hoogtepunten in januari 2015 tot en met medio of 20 februari 2015? Oké, de hoogte wat ik net zei, dus wat niet gebeurd is. 2015 kan een heel spannend jaar worden. Oh, waarom? Ja, het kan. Het is, zoals je weet, ik heb ook psychologie gedaan. In de psychologie en in de menskunde heb je een hele hoop wetten die gecorreleerd zijn naar wetten uit de natuurkunde. Ik ga twee opnoemen die van toepasselijk zijn. De derde wet van Newton, actie is reactie. Meneer Covey en Peter Senge heeft dat vertaald naar hoe harder je tegen het systeem drukt, druk het systeem terug. En de andere is de wet van Hooke. De wet van Hooke in de natuurkunde zegt dat als je kracht zegt op een materie en die kracht is kleiner dan de flexibiliteitsmodulus, dan vervormt hij tijdelijk en komt terug. Is die kracht groter, dan vind je permanente verandering in de structuur van de materie. Wat gebeurt is, de rek, wet van Hooke, de rek is eruit. De manipulatie op wereldniveau, in alle vormen, om zogenaamd het geloof in valuta te blijven behouden, heeft proporties gekregen waarbij de rek eruit is. Oké, okay? Dus elk moment, en dat zal abrupt gebeuren. Dus het Zwitserse voorbeeld van 15 januari kan als voorbeeld dienen. Als de rek eruit is, gebeurt de verandering abrupt. De verandering, kijk, het is binnen een paar seconden. Binnen een paar seconden, toen de Zwitserse Centrale Bank die kap boven de euro niet meer kon vasthouden, binnen een paar seconden steeg de Zwitserse frank met 30%. Weet je wat het gevolg was? Grote banken gingen failliet. De grootste forexbank op aarde, ik ga hier geen naam noemen, verloor binnen die paar seconden 400 miljoen. Een grote forexbank in Engeland verloor 300 miljoen en ging abrupt failliet. Een andere in Nieuw-Zeeland verloor ook 300 miljoen en ging abrupt failliet. Dat staat ons enigszins te wachten als die manipulatie die je niet lang kan vallen. Dat kan niet. Want kijk, hè, wat gebeurt er op dit moment? Politici en centrale bankiers proberen de markt te manipuleren. Read my lips. Je kan markten niet lange termijn manipuleren. Waarom niet? Omdat markt is vraag en aanbod. De 7 of 10 mensen in een bestuur van een centrale bank kunnen niet eeuwig bepalen wat 7 miljard mensen met hun geld doen. Het backfired. Dat heb je toch gezien, toch? Men wou Zwitserse frank hebben. Men heeft geprobeerd om van alle kanten die Zwitserse frank in de kop in te drukken. Toen het niet meer kon. Toen de directeur van de Centrale Bank, terwijl hij zijn speech hield, dat het niet meer kon, gebeurden twee dingen. De Zwitserse frank schoot omhoog abrupt met 30%. Goud schoot omhoog. De andere safe haven schoot omhoog abrupt met 10%. Want de Zwitserse frank is safe haven.
Goud is safe haven. Je kunt iets van nature, wat in 5000 jaar mensen hebben geloofd dat het safe is, kan je ze nu niet gaan vertellen, het is niet zo. Zo. U heeft hier een aantal punten genoemd. De laatste was de Zwitserse frank. Schoot met 30% omhoog. Abrupt, in een paar seconden. Juist. En zo is het met vele valuta's in de wereld geweest. Welke wereldvaluta's, meneer Pannevlek, waren de laatste maanden onderhevig aan koersfluctuaties? En wat is de reden hiervan geweest? Koersfluctuaties en abrupt is niet gelijk. Oh. Oké. Dus dat betekent de Zwitserse frank is abrupt omdat er gemanipuleerd werd met die valuta. De manipulatie kon niet meer. Dus op het moment dat die manipulatie stopt, krijg je, net als ik toen, ik heb vandaag nog zitten luisteren naar een voormalige interview hier. Als je de druk op de keten lang volhoudt, de dag dat je die druk, je duim van die knop weghaalt, schiet de dop verder omhoog. Oké? Dat is dus gebeurd met de Zwitserse frank. Die andere fluctuaties heeft andere gevolgen. En ik heb dat hier gezegd in het verleden. Ik ga dat nu hard maken met wat ik ga zeggen. Ik heb eerder gezegd, en dat blijf ik herhalen, geen duurzame economische groei realiseren op grondstoffen. Kan niet. De enige duurzame economische groei kan in deze tijd gebaseerd zijn op humaan kapitaal. En dat laat ik je nu zien. Op aarde zijn de top 3-4 van grote grondstoflanden zijn Australië, Canada, Brazilië en Noorwegen. Hmm. Als we dus nu naar de charts bekijken van hun valuta, kijk wat die valuta is gedaan. Hoe ze in terwijl de, ja. Kijk maar wat die valuta is. Al die grondstoflanden is hun valuta aan het dalen. Want de tijd van grondstof is voorbij. We hebben hier één van Brazilië net. Read my lips. De tijd van grondstof is voorbij. Zo. Dat betekent als jij de winsten uit grondstoffen niet hebt geïnvesteerd in duurzaamheid, heb je een probleem. Kijk, Canada, Australië en Noorwegen hebben dat probleem niet. Omdat zij hebben de winsten uit grondstoffen geïnvesteerd in onderwijs, banking system en de mens. Brazilië wel. Later zal je zien dat de grootste, dat was toen de koning van Brazilië, het bedrijf Vale, ga je later zien. Het aandeel Vale is in 5 jaar van $70 per share gedaald naar $6 per share. Het aandeel Petrobras was ooit wereldderde grootste oliebedrijf. Van $50 per share naar 7. Dus als je nog wil geloven dat je in grondstoffen welvaart kan creëren. Dus dat betekent de Braziliaan is dubbel gepakt. Zijn valuta is gedaald met 60%. En zijn vermogen in Braziliaanse grondstofbedrijven is gewoon, hij is gewoon helemaal geschoren. 90% is weg. Ik val u even in de reden. De dollarkoers die blijft stijgen. Waarom stijgt de dollarkoers ten opzichte van de euro? De dollarkoers stijgt ten opzichte, dat is perceptie. Wat ik net zei, men is bezig. Ik heb dat ook eerder verteld, ik ga herhalen. Het is goed dat u mij deze vraag stelt, want dan kunnen de kijkers zien dat wat wij hebben verteld eerder uitkomt. Op de beurzen van vandaag wordt elektronisch voor 80% gehandeld. En dat heeft te maken met perceptie. Dat betekent, er is een perceptie die geperst is door de media, de Amerikaanse media vooral, is dat Amerika de rente zal gaan verhogen. Dat Amerika opgehouden heeft geld te persen. Dat betekent, als dat de perceptie is, groupthink, heel gevaarlijk is groupthink. En je ziet dat Japan, Europa geld perst, dan wil je je geld hebben in een valuta waar de rente zal gaan stijgen. En dat dus er niet geperst, dat is een perceptie. Ja? Dus, en die perceptie zal blijken niet te kloppen. Dus daardoor, en als je dus relatieve valuta hebt, want
Iedereen praat over Griekenland met 175% schuld tot BBP. De schuld van Amerika on balance sheet is 105%. Off balance sheet 600%. Net als Griekenland zijn schuld nooit terug kan betalen, kan Amerika zijn schuld nooit terugbetalen. Op het moment dat de markt dat realiseert, krijg je een totaal ander scenario. En ook de scenario Griekenland zal bewijzen dat de euro sterker is dan de dollar. Want kijk, stel je voor je hebt een voetbalteam, 11 man. En de slechtste speler gooi je eruit. Wat gebeurt er met de sterkte van die voetbalteam? Vraag ik aan u. Wat is met de sterkte? De sterkte wordt groter. Dat betekent als je zwakke broeders als Griekenland, Italië, Spanje en Portugal uit de euro gaan of uit de euro zet. Wat gebeurt er dan met de euro? Hij neemt in sterkte toe. Maar wie moet Amerika uit de dollar halen om de sterkte van de US dollar omhoog te brengen? Ze hebben monetaire unie en fiscale unie. Zo, een vraag nu in dit kader waar u net gesteld heeft. En dan is de vraag, wat was de reden van de Zwitserse frank, meneer Panneflek? Panneflek, het plafond van die Zwitserse frank op de euro los te laten. Kijk, het klinkt allemaal heel mooi. Ik ga je dus. Het klinkt heel mooi. We zetten een kap op de frank. Stel je voor, we zitten hier aan tafel en we gaan een moratorium aan. We houden de inhoud van de glazen gelijk. En ik ben een zuiplap. Ik drink. Op het moment dat we als moratorium hebben gedaan dat wij de inhoud van de glazen gelijk blijven, moet er een Sinterklaas zijn die mijn glas bijvult. Oké? Dus als je een moratorium zet, je wil de koers van de Zwitserse frank niet laten stijgen. Maar de wereld, 7 miljard mensen, willen Zwitserse frank hebben. Dat betekent, er moet dan iemand anders zijn die Zwitserse frank verkoopt met dezelfde snelheid om die koers gelijk te houden. Vraag en aanbod. En de Zwitserse centrale bank had zich gerealiseerd dat ze hebben hun balance sheet zodanig verziekt door allerlei troep op te kopen om die Zwitserse frank naar beneden te drukken, dat ze dat niet meer konden aanhouden. Dus om kort te gaan, hoe hebben de financiële markten op het gebaar, op de handeling van de Zwitserse bank gereageerd? Heb ik net verteld. Ja. Hij schoot binnen een paar seconden met 30% omhoog. Okay. Iedereen die Zwitserse frank had, of aandelen in Zwitserse frank, is schrikbarend rijk. Je bent abrupt. Dus al die manipulatie is gebleken dat manipulatie niet kan werken. 5-6 man in een board van een centrale bank kan niet bepalen lange termijn wat 7 miljard mensen doen. Die 7 miljard mensen hebben geloof in de Zwitserse frank. Je hebt het geprobeerd te manipuleren, maar het kan niet, want die manipulatie heeft tegen jou gewerkt. Dus men heeft het net mooi gezegd, mensen krijgen geloof in die Zwitserse frank. Dat betekent dat... Nee, mensen krijgen niet geloof in Zwitserse frank. 600 jaar. Zwitserland is... Het woord Zwitserland alleen is een begrip. Is een begrip. Is dat goud? Het is net als goud. Goud is voor 5000 jaar geld. Dan komt de centrale bankier jou vertellen, je moet geen goud hebben. Maar historie gezien, ga je naar alle historie van de mensheid, is goud voor 5000 jaar geld. Ja? De Zwitsers zijn rijk geworden, meneer Panneflek. Hun munt is gestegen. De Zwitsers zijn naast het feit dat ze bekend zijn vanwege hun banksystemen, ook werelds grootste voedsel- en medicijnenproducent. Dat betekent dat ze zeer, ja, in alle richtingen rijk geworden zijn. We willen met u samen een aantal charts in beeld brengen, ja, en een korte toelichting. En ook de logo's. De grootste voedselproducent, en dit werkt aan twee kanten op aarde, is Nestlé. Zo, hier is het Nestlé, logo van Nestlé. Kijk maar, dat betekent, stel je voor je hebt Zwitserse frank. Ja. Kijk naar de stockchart van Nestlé. De laatste 17 jaar is het aandeel Nestlé in Zwitserse frank gestegen met 606%. Zo. Dus nu heb je de man met Vale en de man met Nestlé. De man in een land waar die in grondstoffen... Hoeveel grondstoffen heeft Zwitserland? Nul.
Sorry, ze hebben steenkool, maar ze gebruiken hem niet. Ze gebruiken hem niet. Dat is steenkool in de grond. Ze gebruiken de genialiteit van hun mensen. Ze hebben in hun onderwijs, in hun democratie... Gestopt. En dat zie je dus aan Nestlé, een bedrijf als Nestlé. Gebruik grondstoffen van derden. En geef er toegevoegde waarde. En kijk wat het aandeel Nestlé. Een andere, de twee Zwitserse farmaceutica, Novartis en Roche. Kijk maar ook naar hun chart. Dus investeerders die hebben geloofd in grondstof. En ik geloof in humaan kapitaal. En daar ben dan, je hebt dan in de Braziliaanse Petrobras geïnvesteerd. En ik investeer in Roche. Of in Nestlé. Ja. Dan heb je een Braziliaanse real die naar beneden dondert. En dan heb je een Zwitserse frank die iedereen wil hebben. Die grondstofprijzen gaan omlaag. Ze gaan omlaag. Ze zullen nog meer dalen. Aluminium zal nog meer dalen. Hm. Ja? Vooral aluminium zal nog meer dalen. En dan is het game over. Dat betekent, dat is geen beter bewijs, dat dus de Zwitsers zijn rijker geworden, investeerders in Zwitserland. We leven in de globale wereld. Ik heb altijd gezegd, in de globale wereld investeert je niet thuis. Het buitenland moet in jou investeren. Ja. Een investering doe je wereldniveau. Dat betekent, als je geïnvesteerd hebt in Zwitserland, heb je koersappreciatie gekregen van zowel de Zwitserse munt, als van al die humaan kapitaal intensieve producten. Een mooi voorbeeld, de Nestlé heeft net zijn dividend verhoogd weer. Ja. Betaalt 2,2 Zwitserse frank per aandeel. Maar die Zwitserse frank is met 30% gestegen. Dus de dividend is gestegen in Zwitserse frank. Maar voor niet-Zwitserse frank denkers is die dividend... Hij is 5% gestegen in Zwitserse frank. Maar de Zwitserse frank is met 30% gestegen. Dus niet-Zwitsers hebben een dividendverhoging van 35%. Maar die schoen knelt ook aan twee kanten. Als Nestlé de grootste producent is van voedsel, over 3 maanden is de prijs van de koffie, de beroemde lekkere koffie die iedereen drinkt, met de beroemde lekkere koffiepoeder, die is ook Zwitsers. En die zal dan in de schappen hier ook 30% duurder zijn geworden in dollars. Dus dat betekent, de werkt aan twee kanten. Daarom is beleggen lokaal fout. Wat kunnen de gevolgen zijn voor de revaluatie van de Zwitserse frank voor de wereld? Het maakt de voedselcrisis erger. Omdat Nestlé is de grootste voedselproducent. Ter wereld, ja. Nestlé heeft 18 producten met een omzet per jaar van meer dan 1 miljard dollar. 18. 18 brands. En dan op onze blogartikel van vrijdag staat het genoemd. We schrijven ook in een beroemde krant hier. Morgen. Dan zijn 18. Verschijnt het morgen. 18 producten van Nestlé hebben een jaarlijkse omzet van meer dan 1 miljard dollar. En dat zijn producten die te vervangen zijn, die hebben in alle kasten op aarde, in de schappen staan ze. Dat betekent de bevolking zal, die niet in Zwitserland of in Zwitserse frank geïnvesteerd heeft, zal 30% meer gaan betalen voor deze producten. U heeft hier duidelijk de zaken toegelicht ten voordele, of tenminste we kunnen niet andersom, voor Zwitserland. Ons thema van vanavond, meneer Pannevlet, daarom hebben we het gekozen, Outlook 2015. Novartis heeft u niet genoemd. Wat houdt dit product precies in? Novartis heb ik genoemd. Novartis en Roche zijn de twee. Samen zijn ze verantwoordelijk voor 40% van alle medicijnen op aarde. 40%? Ja, bijvoorbeeld, kijk, geloof me niet, stel je voor je hebt een slaappil, Valium of zoiets, draai het om. Dan zie je dat er Roche op staat. Wat kunnen we verwachten, meneer Pannevlet, voor de wereldeconomie, valuta, grondstofprijzen in 2015?
Ik was op een seminar. Ja. Begin dit jaar. En ik kan een kopie sturen naar Apinti toe. Kunnen ze dat uitzenden? De era van ontwikkelingslanden is over. Over? Ja. De ontwikkelingslanden die niet in staat waren om in die 10 jaar boom hun economie te transformeren van grondstof naar humaan kapitaal, ja, zullen 10 pijnlijke jaren tegemoet gaan. De grondstofprijzen zullen omhoog gaan. Prijs van humaan kapitaal intensieve producten zullen stijgen. De komende 10 jaar zal de 10 jaar zijn van de ontwikkelde landen. Landen als Zwitserland, Noorwegen, Denemarken, Zweden, Singapore, in onze regio, Colombia, Uruguay, Chile, Trinidad, Curaçao, zullen de rijke landen worden. Zo. Want die hebben hun economie getransformeerd van grondstoffen naar humaan kapitaal intensief. Ga je nog een voorbeeld geven? Ja. Ga je een heel goed voorbeeld geven? En ik heb hem verteld, een vriend van mij, dat ik dit zal gaan vertellen. Een goede vriend van mij komt uit Macau. Macau was een Portugees vissershaven. Hij is geïmigreerd met zijn familie naar Curaçao. Waarom? Macau was arm. Waarom was Macau arm? Omdat Macau vissershaven is. Vissen is een activiteit van de verzamel-age. Ze zijn naar Curaçao gegaan in de jaren 60, dat wij in de industrial age waren. Vandaag de dag is Macau, niemand vist meer in Macau. Macau, de deel van de economie aan landbouw, laat staan mijnbouw, is nul. Macau is een banking- en toeristisch center. Macau is nu de derde rijkste land op aarde met een GDP per capita van $90.000. Derde rijkste land op aarde. Wil je een ander voorbeeld? Luxemburg. Oh, er is per capita krioelt het van steenkool, grondstof. Het bedrijf ArcelorMittal, die steenkool Delft, is een Luxemburg bedrijf. Ga maar kijken. Hun economie is voor 2% aan mijnbouw. In Luxemburg staan er banken. Humaan kapitaal is het tweede rijkste land op aarde. GDP per capita van $110.000 per jaar. Het rijkste land op aarde, Qatar. Olie genoeg. Nee hoor, toerisme. Qatar gaat een WK organiseren. Banking. Hun economie is van 70% olie naar 7% olie gegaan. Qatar heeft een GDP per capita van $135.000. Dus als die olieprijs is gedaald, heeft het Qatar niet gehoord. Want hun economie is niet meer afhankelijk van grondstof. Want de era van grondstof is voorbij. Is voorbij. Vreemd, hè? Ja, nee, het is niet vreemd. De wereld leeft in cyclus. De wereld, als je naar de Bijbel kijkt, 7 vette jaren, dat betekent, wat moet je doen in de 7 vette jaren? Je moet het in de schuur zetten en dat gebruiken voor iets anders. Zwitserland, Noorwegen, mooi voorbeeld. Mm-hmm. Noorwegen met hun olie. Ze hebben de Norwegian Fund opgericht en daarmee zijn ze de smart koppen, zijn gaan investeren op de kapitaalmarkt in het buitenland. U noemt Noorwegen, u heeft twee anderen genoemd. Als ik u noemt Australische dollar, hoe zit het daarmee? De Braziliaanse, ja, hoe heet het weer? Real. Real. En Petrobras van Brazilië. Hebben we ook laten zien, ja. Even gelicht. En Canadese dollar ook. Ja, maar Australië is geen Brazilië. De Australische dollar is ook wel gedaald. Maar Australië is rijker geworden. Omdat de economie van Australië. Australië heeft per kop van de bevolking na Luxemburg de meeste grondstoffen. Maar de economie is grondstof onafhankelijk. We hebben een chart in beeld. Is ook grondstof onafhankelijk. Dus dat betekent of zo'n die Australische dollar is gedaald. Is Australië rijker geworden. Want Australië produceert humaan kapitaal intensieve producten. Hmm. Noorwegen ook. De prijs Noorwegen is olie. De Noorse kroon is gedaald door olie. Maar dat schaadt de economie niet, want hun economie is niet
grondstoffen gericht. Het is iets, we doen het erbij. Ze hebben die 7 vette jaren de winsten eruit omgezet in duurzaamheid. En nooit, read my lips, nooit, kan iets die opraakt duurzaam zijn. Want toen God, Jehovah, of in wie je gelooft, de aarde heeft geschapen, was het hoeveelheid aardolie, het hoeveelheid goud, zilver, bauxiet, beperkt. Je kunt geen goud planten. Je kunt geen bauxiet planten. Dat betekent, als je het eruit haalt, is het op. Dus hoe kan je een duurzame economie hebben op iets die opraakt? Kan niet. Kort, wat is uw advies in dit kader? Ja, de landen. Kijk, het is berouwkom naar de zonde. Zo. Als je dus in die boomtijd niet het voorbeeld hebt gevolgd van Noorwegen. En die winsten te hebben gestopt in een sovereign wealth fund. En dat geld geïnvesteerd in het buitenland. Want als je dat geld lokaal investeert, krijg je lokale inteelt. Als je dat geld had geïnvesteerd in Nestlé, in Roche, dan komen die dividenden terug naar huis. Dat is wat de Zwitsers doen. Dan is het uithuilen en wachten, en 10 jaar wachten, totdat er weer een grondstoffenboom komt. Het is een riskante zaak natuurlijk. Het is altijd riskant om te denken dat je een economie kan opbouwen aan iets die opraakt. Je moet er omheen werken. Een ander punt is... Sorry, een heel mooi voorbeeld is Venezuela. De valuta die de meeste haircut heeft gekregen, ja, is Venezuela. Toch? Als grondstoffen zo belangrijk was, dan moet Venezolaanse Bolívar de hardste munteenheid nu zijn. Ze gaan met het uur achteruit. Per seconde. Per seconde, u staat nog sterker. Is het mogelijk de economische situatie, want u begon nu vaak... Maaide me bijna het gras voor de voeten. We willen de economische situatie in onze regio hier bespreken. Wat is de huidige stand van zaken op het gebied van ease doing business, credit rating, good governance? Ik heb jullie 3 punten genoemd. Ik bied u de gelegenheid om toelichting te geven op deze 3 punten. Ja, geen u. Ik ben een eenvoudige jongen. Ik ben gewoon Erik hoor. Geen u. U is voor de koning. En als je hem met u aanspreekt, zegt hij tegen ik heet Willem. Stoppunt van bescheidenheid. Ja. Dus Erik. Erik, ja. Ook voor de regio geldt dat. Ja. Hier hebben we kaart van de regio. Kijk, daar. Colombia heeft olie, net als Brazilië. 10 jaar geleden was de credit rating van Colombia, double B. Brazilië was triple B plus. Vandaag is Brazilië triple B min. Colombia is triple B plus. Waarom ze hebben hun economie van grondstoffen naar logistiek. Avianca is de tweede grootste airline van de regio. Ik kan je dat toesturen. Er was een vliegtuigbeurs een maand geleden. En de directeur van Avianca, bent u eventjes met mij, ja, kocht eventjes 100 A320. Eventjes. Dat is geen bericht vanuit Avianca. Het is een bericht vanuit Airbus. Dus niet Avianca was zo bescheiden om het niet bekend te maken. Airbus maakte bekend dat Avianca een order gaf voor 100 A320 Neo. Geld. Ja, nee, maar dat is de transformatie van de economie. El Dorado Airport van Colombia wordt nu, is voordat hij open ging, was hij te klein. Hij wordt nu in 3 jaar van 20 miljoen passagiers naar 40 miljoen gebracht. Als El Dorado 40 miljoen passagiers, dus in 2017 is El Dorado 40 miljoen capaciteit airport. Dan is El Dorado Airport in Bogota in de top 10. Van de grootste airports op aarde. Hey, ongelooflijk. Dat is positief. En kijk dan als je naar die tabel ziet van Ease of Doing Business. Ja. Wat zie je? Dat is niet dat Erik het zegt. World Bank zegt dat. Colombia is nummer 1. En kijk wie op de laatste plaats staat. Venezuela. Wil ik u net vragen in de richting. Maar Venezuela, wat is er met dat land op dit moment
aan de hand? Meneer Pannevoet, het is, was hun rating? Het is hetzelfde recept, mijn vriend Van Eyck. Wat is het recept voor succes? Het recept van succes, als je hem omdraait, is het recept van mislukking. Recept van succes in de wereld van vandaag is A. Goed onderwijs, goed bestuur. Goed governance, zegt men. Ja. Dat betekent als je op de onderwijsranking laag staat en op governance ranking laag staat, alle andere rankings zijn een gevolg ervan. Van de twee. Dus ben je in de bodem van good governance, ben je in de bodem van onderwijs. Goed onderwijs, dan zal je gevolg daarvan zal zijn, je bent in de bodem van business, je bent in de bodem van credit rating, je bent in de bodem van economische ontwikkeling. Dus wat moet je doen om je land vooruit te brengen? Ervoor te zorgen dat er goed onderwijs is, goed bestuur. We hebben een tabel in beeld, meneer Van der Vlek. Wat kun je ons hierover vertellen? Ja, je zit in de top. Zie je toch Colombia? Ja. Gevolgd door Peru. Ja. En in de bodem zie je Venezuela. Gevolgd door Haiti. Dat is erg, hè? Dat is erg. Ja. Maar Venezuela heeft andere deals lopen. Die we noemen de Petro-Caribe-deal. Wat wordt het lot van de Petro-Caribe-deal? Dat is een politieke vraag en ik ben een hele simpele jongen. De politiek is voor mij veel te moeilijk. Ja, voor mij, we kunnen soms niet buiten de politiek om. Ja, maar als je zo dom bent als ik, snap je het niet. Snap je het niet? Nee. Nou, we denken het niet. Nee, maar toch, serieus. Petro-Caribe. Ik ben zeer serieus. Het is een politieke vraag. Dat moeten we eigenlijk vragen aan de mensen die in Petro-Caribe geloven. Ik heb altijd gezegd dat ik er niet in geloof. Zegt u heel veel daarmee. En wat is de voorspelling nu binnen de regio de komende jaren? Het is heel simpel. Wil je de voorspelling zien van de regio? Ja, graag. Kijk naar hun good governance ranking. Kijk naar hun onderwijsniveau. Dat zal je voorspellen. Wat zal je zien in de top van die ranking in Zuid-Amerika is, nummer 1 is Chile, gevolgd door Uruguay, gevolgd door Colombia en Panama. Oh. In het Caribisch gebied is nummer 1 qua good governance is Aruba, gevolgd door Curaçao, daarna Barbados en Sint Lucia. Op het gebied van credit rating is nummer 1 is Trinidad, met A, gevolgd door Curaçao met A min. En daarna heb jij Aruba met BBB+, en Turks en Caicos met BBB+. Is voor de Antillen een gunstige ontwikkelingsperiode. Ja, maar daar hebben we hard aan gewerkt, kijk, als niveau van ons onderwijs. Dat is belangrijk. En ik denk dat wij... En wij hebben 5 universiteiten waar buitenlanders studeren. Als een buitenlandse Amerikaan in jouw land komt studeren, of een Europeaan in jouw land komt studeren, betekent dat jouw onderwijs op niveau is. Complimenten. We hebben daar hard voor gewerkt. Wat ik u nog tenslotte wil vragen, ja, we hebben gezien verschillende landen. China, daar hebben we niet zoveel over gesproken. Als ik eventjes terug mag, een mooi voorbeeld hoe het niet moet is Barbados. Graag. Barbados, kijk, 10 jaar geleden was Barbados, ze noemden zich, toen ik gaf les op Barbados op de universiteit, ze noemden zich het meest rijke ontwikkelingsland. Barbados is weggevaagd. Wat is er gebeurd? Onderwijs en goed bestuur. Barbados is nu geen kredietwaardig land meer. Is double B. Ze hebben hun investment grade verloren. Aan wie? Aan Trinidad. Ja. Trinidad was 10 jaar geleden niet zo welvarend als Barbados. Trinidad heeft buitenlands kapitaal. Heeft de University of the West Indies heeft 3 poten. Eentje op Barbados, eentje op Trinidad en eentje in Jamaica. Die van Barbados was top, die van Trinidad was half. En die van Jamaica, dat is een geval apart. Nu is de University of the West Indies in Trinidad. Ze hebben in het onderwijs geïnvesteerd. Ze hebben in hun
good governance, the High Court van CARICOM staat in Trinidad. Het zou eigenlijk in Barbados moeten staan. Maar ze hebben door achteruitgang enzovoorts enzovoorts. En ga dan kijken bijvoorbeeld welke rechters zitten in die High Court. Een van de 5 rechters in die High Court in Trinidad is van een niet-CARICOM land. Zo. Het is een rechter uit Curaçao, zo. Bob de Wit. Compliment aan Curaçao. Ja, een van de 5 rechters in die High Court is een rechter uit Curaçao, Bob de Wit. Dat is heel mooi. We gaan afsluiten, meneer Pannevlek, maar we hadden die vraag over China. Een niet te verwaarlozen land ter wereld. China maakt deel uit van de BRICS-landen. Ja. En China heeft een aantal ideeën met betrekking tot de BRICS, het BRICS-kapitaal. Wat is u bekend? Ik heb hier in dit verhaal, in deze editie, al een paar keer gezegd. BRICS bestaat niet meer, want Brazilië is dood. Dus BRICS bestaat niet meer. Als je naar de chart van de Real ziet en Braziliaanse bedrijven, kan je niet meer van BRICS praten. Ik heb hier verteld dat het gaat om INC. RNC, China-Rusland. China-Rusland. China, en dat is ook een van de redenen dat die boom van de commodity over is. China is nu in de tweede fase van zijn ontwikkeling bezig. Is dat China een economie wil gaan bouwen op duurzaamheid. In de eerste fase van de ontwikkeling hebben ze grondstoffen nodig gehad om hun fysieke infrastructuur te creëren. Nu dat die fysieke infrastructuur er is, gaat China naar de meer humane kant. Hun universiteiten, ze gaan naar een consumptie-economie. Zo. En die consumptie-economie, dus ze willen bijvoorbeeld hun eigen Nestlé, hun eigen medicijn, dus ze gaan naar de humaan kapitaal intensief. Dat is dan heb je dus dan, dus daardoor daalt die vraag naar grondstof. Want China is ongeveer klaar met het aanleggen van zijn infrastructuur. En daar staat niemand, daar staan weinig mensen bij stil natuurlijk. Hè? Regeren is vooruitzien. Wij bij PGM hebben 3 jaar geleden alle Braziliaanse stocks verkocht, behalve 2. En die 2 die we hebben behouden in onze portfolio, die zijn humaan kapitaal intensief. We hebben al die grondstofbedrijven uit Brazilië, hebben we allemaal verkocht. Zo, dat is een heel verstandig besluit van u geweest. Meneer Pannevlek, we hebben weer vanavond onze kijkers, een beetje het woordje de ogen geopend, maar heeft licht laten schijnen op de economische en financiële zijde in de wereld, valutawereld. U heeft ongetwijfeld een advies en wij bieden u de gelegenheid naar onze samenleving toe, waar u zo vaak naartoe komt. Wat is uw advies aan de samenleving en aan onze beleidsmakers? Aan de samenleving wil ik zeggen, denk duurzaam. Een eigenschap van een land in ontwikkeling, in tegenstelling tot een ontwikkeld land, is korte termijn denken. Oeh. Ja, dat betekent, je kunt alleen maar die transformatie doen van land in ontwikkeling naar ontwikkelde land, als de mindset verandert van korte termijn denken naar lange termijn denken. Punt 2 is, dat betekent als je lange termijn denkend bent, laat me je een voorbeeld geven van korte termijn denken en lange termijn denken. Stel je voor, we zijn 2 collega's, we gaan op school, en jij denkt lange termijn, ik denk korte termijn. Wat doe ik? Ik wil geld hebben. Dan ga ik kranten verkopen onder de viaduct. Want ik wil nu geld hebben. Ik wil nu leuke meisjes versieren, ik wil nu leuke kleren hebben. Jij denkt long term, jij gaat studeren, je gaat 5 jaar naar het buitenland, je leeft slecht, maar je hebt geïnvesteerd in iets duurzaam, je kennis. Ik heb niets gedaan, dat betekent ik heb kranten verkocht en ik heb leuk geleefd. En leefde van het ene moment en op het andere moment. Op een gegeven moment ben ik 50, kan ik niet meer onder die viaduct staan. Ik ben en jij met je lange termijn denkend die in onderwijs, in duurzaamheid hebt geïnvesteerd, overleeft het uiteindelijk. De tweede is
ook een probleem van landen in ontwikkeling. Landen in ontwikkeling zijn naar binnen gericht. Daarom blijven ze ook landen in ontwikkeling. Welvaart komt altijd van buiten. Het is heel simpel. Het is heel en heel simpel. We zitten hier met z'n vijven in de zaal. Weet je wat we moeten doen? Die deur sluiten. Dan circuleren wij het geld. We worden, dus totale volume aan geld in deze ruimte wordt niet groter. Want ik koop van jou, jij koopt van hem, hij koopt van haar, en dan komen we terug. Maken wij die deur open en we verkopen met de buitenwereld, dan stijgt de hoeveelheid geld in deze ruimte. Welvaart komt alleen van buiten. Dus op het moment dat je protectionisme wil gaan doen, heb je gekozen voor armoede. Kijk maar aan Brazilië. Beleid van Dilma en beleid van Uribe en Santos is de deur open gooien. Colombia gooit de deur open. Maar om de deur open te gooien heb je een fase vooraf. Je hebt aan je onderwijs gewerkt. Onderwijs, dat is een kardinaal punt. Onderwijs, ja. Factor, onderwijs. Dat betekent dus, een macro gezien is het adagium. Think global, act local. Denk naar buiten gericht. Achterkijkers, u heeft het gehoord. Wij danken meneer Pannevlek voor zijn duidelijke uiteenzetting. We weten niet nog hoe lang u nog blijft in Suriname. Maar we wensen u een aangenaam verblijf toe. Een goede reis. En als u terugkomt, klopt u weer op de deur bij Apinti of To The Point. En we zijn altijd bereid u te ontvangen. Nogmaals, onze dank. Tot slot wil ik zeggen, we zitten hier al. Ik ben hier de eerste keer in 2005. Het is al 9 jaar. Ja. Het is een relatie die heel mooi voorbeeld van long-term denken. Toen wij begonnen in 2005, was dat mijn visie en jouw visie. Jezus. En wij werken aan die visie en proberen telkens weer een betere show, maar ook inhoudelijk, aan de kijkers te brengen. Gefeliciteerd ook daarmee met het programma. Hoe blijven we dat doen? Nogmaals, onze dank. Mag kijkers, voor wij afsluiten, nog 2 korte slotopmerkingen. En onze eerste slotopmerking heeft betrekking op het staatsziekenfonds. We brengen een krantenkop in beeld van 11 december, jongstleden. SZF wil verzekeringsmaatschappij oprichten. Staatsziekenfonds wil verzekeringsmaatschappij oprichten, geachte kijkers. Staatsziekenfonds gaat de basiszorgstelselregeling via een NV uitvoeren. Dat zijn de plannen. Iedereen vraagt zich af, wie zijn of worden de aandeelhouders? En ten tweede, derde, past dit systeem in een sociaal ziektekostenverzekeringsstelsel? En tenslotte, u weet het, wij van To The Point blijven de zaken op de voet volgen en wij zullen u hieromtrent nader informeren. Dat is met betrekking tot het staatsziekenfonds. Onze tweede slotopmerking, dat is ja, een bijzondere, ja, positieve en aangename slotopmerking, want Monseigneur Aloysius Siekem, hij hoopt op 28 februari, u ziet hem daar met 3 bekende figuren staan, hij hoopt op 28 februari aanstaande zijn 82e geboortedag te herdenken. Dr. Aloysius Siekem is geboren op 28 februari 1933 in Paramaribo. Op 14 augustus 1960 werd hij in Paramaribo tot priester gewijd. Hij studeerde in Rome kerkelijk recht. Monseigneur Aloysius Siekem, emeritus dan, keerde in 1965 terug naar zijn geboorteland. Hij werd op 8 februari 1970 tot eerste Surinaamse bisschop gewijd. En in 2002, helaas, trad hij wegens ziekte af. Directie en personeel van Radio Apinti Televisie feliciteren alvast emeritus Monseigneur Aloysius Siekem met zijn 82e jaardagherdenking op 28 februari aanstaande. Wij wensen hem een bijzonder fijne dag toe. U ook, de samenleving, feliciteren wij met de jaardag van
Monseigneur Aloysius Siegem Emeritus. Wij danken u kijkers thuis voor uw aandacht. Wij wensen u een genoeglijke kijkavond verder en zeggen graag tot de volgende To The Point uitzending. Fijne avond toegewenst nogmaals. Dank u.